Hartelijk welkom hier in de Social Impact Factory bij de kick-off die het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA organiseren als aftrap van het nieuwe programma Cultuurparticipatie en de aanloopregeling Samen Cultuur Maken Verbreden. Mijn naam is Marlies Leupen, ik ben vandaag de externe gespreksleider. En jullie allen zijn professionals in het sociale en het culturele domein. En ik ben wel nieuwsgierig, want u bent hier in grote getale naartoe gekomen. Wat maakt nu dat u op de uitnodiging voor deze bijeenkomst bent ingegaan? Wie kan daar eens wat over zeggen? Dan kunnen we elkaar alvast een beetje leren kennen. Dus ik kan net zo tussen de gangpaden doorlopen en jullie bereiken. Wie zou eens wat willen delen? Wat is nou vooral de prikkel? Ja, kijk eens, daar is de eerste hand. Als je je meteen even voorstelt. Paul Lambrechts, gemeente Maastricht. Ja, het is gewoon een cliffhanger. We willen weten hoe die regeling eruit ziet. Ah, de cliffhanger. En daarvoor kom je helemaal uit Maastricht. Ik kijk ondertussen even rond. Er zijn nog veel meer handen. Ik geef de microfoon even door. Ik ben Marge Hoijtink, ik kom uit Groningen en ik begeleid een theatergroep van mensen met een psychiatrische problematiek. En wij vallen eigenlijk tussen het schip van cultuur en zorg in op dit moment. Ja. Dus dit is misschien een kans voor ons. En jullie denken natuurlijk dat we het erom hebben gedaan, Maastricht en Groningen. Ik kom zo bij jullie, maar dit was niet afgesproken vooraf. Even kijken, wil je even doorgeven? Stephanie Hermes, Haags Theaterhuis. Ik zit hier eigenlijk omdat Laura naast me zit, Laura van Art School. En met Laura samen hebben wij in de Haagse Schilderswijk de Wouw Academie opgericht. Den Haag zit hier nu met z'n viertjes. Kijk eens, Den Haag is present. En dan ga ik snel naar het andere vak. Het is even een uitdaging hoe we dat snel doen. Ja. Hi. Mijn naam is Ramon Dekkers van de Hogeschool van Amsterdam. En wij zijn een minor aan het ontwikkelen op het gebied van sociaal domein en kunst en cultuur. En wij beginnen met een hele bijzondere MIDOR waar juist sociale interventies centraal staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe wij met deze regeling verder kunnen. Dank. Nog meer te delen over... Ja, kijk, lekker dichtbij. Ja, als Amsterdam komt, moet Rotterdam ook komen. Gabi Lafeber, Cultuur Concreet. Wij stimuleren kunst en cultuur in de wijken van Rotterdam. En dat gaat altijd aan de ene kant om kunst en cultuur, maar ook altijd om sociaal-maatschappelijk bezig te zijn met je directe omgeving. Zeer geïnteresseerd in deze ochtend. We kunnen natuurlijk nog heel lang doorgaan, maar we gaan straks zeker met elkaar hierover nog verder in gesprek om uit te wisselen. Dat ga ik meteen ook even vertellen wat precies het programma inhoudt. Voor de pauze gaan drie sprekers over het belang van gelijke kansen bij deelname aan cultuur vertellen. En geven de drie initiatiefnemers van de nieuwe regeling, van het nieuwe programma, een toelichting op de aanleiding en de context van die regeling. En die sprekers ga ik natuurlijk straks aan jullie voorstellen. Na de pauze, dan hebben we het over even na 11:30, horen jullie alle ins en outs van de aanloopregeling. Want ik hoorde al dat jullie daar natuurlijk vooral ook heel nieuwsgierig naar zijn. En ga ik ook met jullie verkennen hoe de nieuwe regeling, maar straks ook het nieuwe programma, echt goed kan aansluiten bij jullie praktijk van alle dag. En dan gaan we kijken wat er ook precies leeft. Dus we gaan nog veel meer met elkaar hierover uitwisselen. En dan sluiten we om 12:45 af met een lunch. We hebben al gehoord, het hele land is hier vertegenwoordigd. Dat is ontzettend fijn. Maar er zijn ook nog heel veel mensen niet. En dat is eigenlijk de reden. U heeft al gezien, er zijn hier filmers bezig. En ik geef graag even Nout van der Ree van Fonds voor Cultuurparticipatie het woord. Dan kan hij even toelichten wat daar eigenlijk precies mee gaat gebeuren met die film. Nout, wil jij dat ons vertellen? Ja, waarom is dat? Er was een praktische reden dat er vandaag, ik niet voor de speakers staan, onderwijsstaking is. Dus we dachten, en we zagen al een grote wachtlijst opkomen. Dus dat overviel ons een beetje. We dachten, laten we in ieder geval zorgen dat er een goede impressie gemaakt wordt. Het wordt ook gelivestreamd, als ik het goed begrepen heb. Dus mensen die 4 uur lang voor een beeldscherm willen zitten, die kunnen dat vanmorgen doen. Maar daarna maken we er een compilatie van en wordt er een link gedeeld, waardoor mensen ook de impressie terug kunnen kijken. Verder hebben we ook gedacht dat het belangrijk is dat onze professionele collega's in de Caribische delen van het Koninkrijk ook mee kunnen doen. Want die worden met nadruk ook gevraagd om mee te draaien in deze regeling en ook in de meerjaren straks. En daar is het op dit moment geloof ik midden in de nacht. Dus die hebben niet zoveel aan de livestream, maar die kunnen dan wel terugkijken en op deze manier ook aangesloten zijn. Ja. Dus, en dan ga jij de mensen vragen of er iemand bezwaar heeft dat die gefilmd wordt, toch? Nou, dus een leuk toneelstukje, dat kan ik vragen. Heeft er iemand bezwaar om gefilmd te worden?
De achterkant, het zijn allemaal achterkanten, precies. Maar misschien als u straks iets zegt, mocht dat toch het geval zijn, dan kunt u misschien een beetje onopvallend sneaken naar het blok hier, want dat is wat minder in beeld. Maar waarschijnlijk heeft u daar vast niet zo last van. Persoonlijk vind ik het jammer dat ik niet ben uitgenodigd in dat Caribische gebied, want daar had ik heel graag ook natuurlijk deze ochtend willen leiden. Maar goed, we moeten het nu doen met Utrecht en dat is vast ook fijn. Ik ga graag de eerste spreker aan u voorstellen. We hebben het vandaag over cultuurparticipatie. Meedoen aan kunst en cultuur is goed voor mensen. Dat zullen de meesten beamen. En toch is er in het sociaal domein maar beperkt aandacht voor. Terwijl het voor leefbaarheid, welzijn en zorg van groot belang kan zijn. Onze keynote-spreker vanochtend is ervan overtuigd dat culturele activiteiten geen luxe tijdsbesteding zijn, maar een must om de samenleving gezond te houden. Zij deelt haar inzichten graag met ons. Mag ik jullie aandacht voor lector Sociale en Culturele Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam, Eltje Bos. Hij is nu aan, hè? Ja. Dank dat ik hier mag zijn. Het is voor mij echt heel mooi om hier te mogen zijn. En waarom? Ik heb heel lang bij OCW gewerkt. Ik werk nu bij de Hogeschool van Amsterdam. En eigenlijk altijd op het gebied van de cultuurparticipatie. Tussendoor heb ik ook nog een heleboel andere dingen gedaan. Maar dit zijn wel hoofdlijnen in mijn werk. En eens even kijken. Ik ga hem even... Ja. Nou... Samen cultuur maken verbreden voor mijn lectoraat. Er waren heel veel mensen, een aantal mensen in werken waar we onderzoek doen. Onder andere naar de kunst en cultuur in het sociale werk. Is dit een heel belangrijk onderwerp. Het is geweldig dat dit initiatief er is. En het getuigt van moed eigenlijk van alle partijen dat jullie eraan begonnen zijn. Want het is een fantastische kans. Het is, kunst en cultuur bieden fantastische mogelijkheden. En, ik zeg niet maar, de werelden van het sociale domein, het sociale werk en zo. En kunst en cultuur, dat zijn andere werelden met andere talen, andere overtuigingen soms. Andere, vaak ook andere verwachtingen. Dus het is een hele kunst, om dat goed bij elkaar te brengen. Op een goede manier bij elkaar te brengen. Wat ik nu ga doen zometeen is... ik ga jullie eigenlijk vertellen waarom het zo'n goed idee is. Dat herhaal ik nog even, want daar is inmiddels wel onderzoek naar gedaan. Dus dat geeft een beetje ook inhoudelijk fundament. Waarom het zo'n goed idee is. En dan vertel ik ook iets over positieve ervaringen en het sociale effect daarvan. En dan daarna kom ik wat bij de aandachtspunten. Tussendoor laat ik dia's zien die al een beetje de spanning agenderen die er bij de aandachtspunten, wat bij de aandachtspunten verder naar voren zal komen. Dus, we gaan. Dit hier is Accu. Dat is een initiatief in Amsterdam. Die doen sociaal-culturele interventies in de communities. En dit is er één. Dit is een vrolijke optocht. Met kinderen en anderen uit de buurt. Vooral met kinderen deze. Nou, even. Fundament eigenlijk, die wij ook veel in het onderwijs gebruiken, is een stuk van Materasso uit 1997 al. Dat heet User Ornament. En dat is een heel breed onderzoek naar de effecten van community art, van cultuurparticipatie, wat mensen daaraan beleven. Daaruit blijkt dan dat 73% ongeveer voelt zich beter dan dat ze begonnen zijn, dan voor die interventie. En een heel groot percentage, meer dan 60, is meer bereid om iets te doen voor de mensen in hun omgeving. Dus dat zijn geweldige uitkomsten. Het is ook geen flutonderzoekje. Het is gerepliceerd heel vaak. En er zijn zoiets van 1600 respondenten, daar is het op uitgevoerd. Belangrijk onderzoek. Materasso, en Wim attendeerde mij erop, Wim Burgaaf, die heeft vorig jaar weer een onderzoek gepubliceerd. En daar is hij eigenlijk... gekomen tot eigenlijk participeren, deelt hij in drie delen in. Ik geef het even mee, want het is allemaal interessante literatuur waar je in kan verdiepen. Eén is de toegang tot de kunst vergroten.
2 is sociale verandering creëren. En 3 is bevorderen van culturele democratie. Ik laat deze even waarom het een goed idee is. Positieve ervaringen en aandachtspunten. Waarom is het een goed idee? Nou, een lekkere sheet met veel tekst erop. Maar ik ga het even met jullie doornemen. Hè? Want dit is toch ook even iets toevoegen. Een mens, dat is het uitgangspunt. En dat wil niet iedereen geloven. Maar een mens is maar voor een heel klein deel een rationeel wezen. En wat kunsten kunnen doen, die doen een beroep op andere dan die rationele faculteiten en die verbaaltalige mogelijkheden en faculteiten. Je kan daar, het helpt mensen de tastzin aan te zetten, het beeldend vermogen aan te zetten, musicaliteit te ontdekken en te beleven. En vooral, het is embodied, het is lichamelijk, het zit in de body, in het lichaam. Dat zijn hele belangrijke aspecten voor ons als mensen. Hè. Het verhaal is vaak dat wij eigenlijk, dat is een metafoor, wij zijn een olifant met een heel klein mannetje erop. En dat kleine mannetje is onze ratio. En die hele grote olifant, dat zijn onze emoties en al die ervaringen, die zintuigelijkheid en alles. Ik ga daar niet dieper op in, want dat is echt heel goed onderzocht. En mijn vakgebied niet en daar hebben we geen tijd voor. Maar dat is belangrijk om vol te houden. Dus we gaan nu ons bezighouden met die olifant. En dat is belangrijk. Ja. Wat belangrijk is, dat veel kunstuitingen voorbij de dominantie van de lineaire taligheid gaan. En lineaire taligheid, daarmee bedoel ik, dat als je praat, moet je, wat ik nu aan het doen ben de hele tijd, moet je verschrikkelijk voor denken en organiseren in je brein. En het moet allemaal op elkaar aansluiten. En dat vereist iets, dat moet je kunnen en moet je leren. En wij waarderen dat nogal heel erg hoog in onze samenleving. Terwijl je best kan betwisten dat er hele andere dingen zijn die net zo belangrijk zijn. Andere intelligenties, hè? Lichamelijke intelligentie, bewegingsintelligentie, muzikale intelligentie. Nou, dat soort van dingen. Het is minder lineair, hè? Het hoeft minder rationeel op te volgen allemaal. Wat dat tot mogelijkheid heeft, is dat je de mens dieper kan zien, laat ik het zomaar zeggen. En de mens dieper zien, of dieper kan beleven, en de mens zichzelf dieper kan zien en dieper kan beleven, is iets heel belangrijks in het sociaal werk, in de sociale context. Je kan met kunst en cultuur dus dichter bij mensen komen. En dan gaat het, waar wij, hè, dat is wel een belangrijke voor een perspectief. Wij in het sociale domein, wat ik nu even wij zeg, werken we met het zwakste belang in de samenleving. En het zwakste belang zijn de mensen die moeilijk vanzelf mee kunnen doen, die moeilijk vanzelf participeren. En om even een leuk getal te geven, of helemaal niet leuk, maar het is echt een olifant in de samenleving, noem ik het altijd. 17% van de mensen heeft een zodanige beperking qua intelligentie bijvoorbeeld. Niet bijvoorbeeld, als je dat kijkt, dat ze eigenlijk niet met de standaard mee kunnen komen. Dus het zijn heel veel mensen in ons land. Dan hebben we natuurlijk een heleboel mensen die hier zijn komen wonen. Die zijn de taal bijvoorbeeld ook niet meester. En die hele grote groep mensen, die bereik je veel beter met kunst en cultuur. Juist omdat, hè, dat is precies wat het verhaal dat wij vertellen, dat een beroep doet op andere faculteiten, waardoor je jezelf, dus als mensen die met deze mensen werken, dichter bij de mensen kunnen komen en de mensen zichzelf op een andere manier kunnen beleven. En zich daar ook goed bij kunnen voelen, omdat ze soms iets kunnen doen, of vaak in de kunst en cultuur iets kunnen doen en iets mee kunnen maken wat ze als positief ervaren en waardoor ze zichzelf ook meer kunnen waarderen, meer waardering voor zichzelf krijgen. Kunst zorgt voor positieve ervaringen. Ik ga daar dat zo nog wat verdiepen. Even een voorbeeld van een interactie is van een kennisvriend van mij uit de Verenigde Staten. Ik heb expres even vandaar een voorbeeld genomen. Ik mag de sheet gebruiken van hem. Ik heb het hem gevraagd. Dit is een kunstenaar, Gregory Sale heet hij. Doet hele interessante dingen. En hij werkt in Sint-Quentin. En wat hij doet met die delinquenten, hij laat dat mensen een nieuw ID maken. En dat doet hij op een hele mooie manier. Dus het moet er ook mooi uitzien. En ze krijgen daar dan begeleiding in om het te doen. Maar wat het tegelijkertijd doet, is dat het mensen een nieuw perspectief op zichzelf geeft.
Dus dat is een voorbeeld van een interventie waarbij de kunstenaar heeft dit bedacht. De kunstenaar eigenlijk samen met de mensen in de gevangenis. Om de mensen om een positieve drive te geven aan een leven dat on hold staat. Nou, dit is nog even create. Kan je het even zien? Dit zijn verschillende ideas die van... Dan is het dit voorbeeld. Is eigenlijk geïnitieerd door het Sociaal Werk, dus Amsterdam. Dat is een project waar we zelf ook aan meedoen qua onderzoek. Of waar we geïntroduceerd hebben als onderzoeksmethode, maar ook als methode voor jongeren. Die eigenlijk helemaal buiten de boot vallen in de jeugdzorg. Dat ze beter voor zichzelf een beeld hebben van de toekomst. En dat doen we met storytelling. Maar dit is geïnitieerd door het Sociaal Werk, dus niet door een kunstenaar. En daar zijn, zijn een soort kunstenaarsdocenten bij betrokken geworden. Dus dat is eigenlijk alweer een andere insteek. Ik bedoel qua initiatief en hoe het project is opgezet. Nou, sociale verandering, ik maakte net al een haakje, hè, en positieve ervaringen. Daar gaan we even naar kijken. Dit is de positieve psychologie. Positieve ervaringen leveren positieve emoties. Dat is onderzoek van Fredrickson en anderen. Het is een hele beweging, die positieve psychologie. Daar ga ik ook verder niet op in. Maar ook wel interessant om eens er wat meer over te lezen. Je googelt er zo een heleboel over als je het intypt. Wat zij vindt, Fredrickson is een vrouw. Wat ze vindt is dat positieve ervaringen het denk- en het actierepertoire verruimen van mensen. Dus mensen gaan als iets positiefs meemaken en dat herhaald meemaken, dat moet ik er wel bij zeggen. Er moet een zekere herhaling in zitten. Dan gaan ze zich beter over zichzelf voelen. En dan zijn ze ook meer broaden up yourself, daar gaat het over. En dan zijn ze ook meer bereid om iets voor hun omgeving te betekenen. Dus te beelden, een community of een groep of whatever. Dus dat meer. En dat is nogal belangrijk in een sociale context. Ook als je gaat werken met groepen mensen, is het natuurlijk belangrijk dat er gebouwd wordt. Dit is ook eigenlijk een van de dingen in het sociale werk, dat moet ik even noemen. Dat het er vaak over gaat dat je mensen, dat heet dat mensen zichzelf empoweren. Dus dat je dingen doet. En dat betekent dat ze zich beter over zichzelf gaan voelen. En dat ze meer controle over hun eigen leven hebben en de context waarin ze leven. Dat is eigenlijk een van de doelstellingen. Nou, wat je dan doet, hè, je vermindert sluimerende ook. Het vermindert sluimerende negatieve emoties, bevordert veerkracht. Het bevordert de opwaartse spiraal naar toegenomen emotioneel welzijn. Dus kunst en cultuur leent zich daar heel uitstekend voor. Het is niet de enige activiteit. Sommige sportactiviteiten en dat soort van activiteiten kunnen daar ook voor zorgen. Maar kunst en cultuur is een hele sterke, omdat heel expliciet een vrij breed beroep gedaan wordt op die... op dat mens zijn, dat niet rationele mens zijn. ik laat weer iets anders zien. Dit zijn initiatieven van Dynamo en Eiwerk. Dat zit weer een beetje in de sfeer ook van die sociale verandering, maar ook een beetje culturele democratie. Hè. Er wordt opgetreden, mensen komen kijken. Dus je doet ook iets in de samenleving. Je laat iets zien in de samenleving. Het is niet alleen op mensen en een directe groep gericht, maar je presenteert je ook aan de samenleving. En talententent is om mensen hun talenten te laten ontdekken, onder andere door kunst en cultuur van Dynamo. Ik kom nu aan de aandachtspunten voor dit prachtige initiatief. Het is handig om ik doe iets doms. Wat ik nog even wilde zeggen is dat dat het handig kan zijn om te onderscheiden op welk niveau je wil werken. Op het niveau van het individu. En dat kan dan min of meer therapeutisch zijn, maar dat hoeft niet therapeutisch te zijn. Dat kan eigenlijk ook meer in de empowerende sfeer liggen. Het kan gericht zijn op groepen of specifieke groepen, maar je kan ook je richten op een bredere samenleving. En vaak is het ook een combinatie van deze twee. Maar het is goed om dat ook een beetje in je hoofd te houden als je aan de slag gaat met activiteiten van hoe je dat doet. Nu heb ik iets dubbel gedaan, want ik kijk hier.
Dit zijn de aandachtspunten. Aandacht voor samenwerking. Het is best belangrijk wie het gaat beginnen, het project. Is het een kunstenaar? Is het, zijn het bewoners zelf? Of zijn het sociale professionals? De samenwerking tussen die drie, die is dus belangrijk. Maar die kan dus op allerlei manieren vorm krijgen. Wat best een interessant ding is, en daar ben ik zelf ook nog niet helemaal uit. En niemand, ik heb er gisteravond nog een lang gesprek over gehad met een collega. Dat eigenlijk die faculteiten waarop je die de kunsten ons bieden om daarmee te werken, die ik in de eerste sheet gepresenteerd heb, dat zijn ook dingen die een kunstenaar natuurlijk doet om een kunstwerk te maken. Wat iets anders is, is dat je het werken met die faculteiten overdraagt of deelt met een groep mensen, met een groep bewoners. Dus het zelf maken van een kunstwerk is iets anders dan dat kunstwerk of het proces van dat maken delen met bewoners. Dus je hebt daar kunstenaar voor nodig die daar ook een gevoeligheid op hebben. Het is niet één op één hetzelfde. Want het maken van de kunstwerk kan ook gewoon een ego-product zijn. Ook al heeft het de bedoeling om bij te dragen aan de klimaat en verandering. En gezonder eten of dat de buurt verbonden moet zijn. Dat betekent nog niet dat die verbinding gelegd is. Omdat die kunstenaar dat zo graag wil. Het vraagt om een plus, zal ik maar zeggen. Het uitreiken naar. En sociale professionals die werken met... sociale professionals zijn daar namelijk wel heel goed in. Daar zijn ze voor opgeleid om het uitreiken naar. Maar die hebben weer niet altijd die tools van waarmee je mensen verleidt om bij die andere lagen van zichzelf te komen. Of waarbij je mensen aanzet om bij die andere lagen van zichzelf te komen. Dat is dus waarom we bijvoorbeeld zo'n minor starten. En bijvoorbeeld in de Hogeschool in Nijmegen, die heeft een heel mooi programma. En de Hogeschool Utrecht ook. En wij in Amsterdam starten dat nu ook. Om mensen daarop te trainen, sociaal werks. Dat betekent nog niet dat zij hele mooie kunstwerken kunnen maken. Het betekent wel dat zij mensen aan kunnen zetten. Of mensen kunnen benaderen. Of het intermediair kunnen zijn om mensen mee te laten doen. Hoe dat nou allemaal precies moet, want we kennen ook projecten waarin er toch dingen mislukt zijn. Omdat de kunstenaar graag dingen wil. Er is ook best over geschreven. Er is een mooi boek van de mevrouw Olsen. En die heeft hele goede ideeën en die werkt met kunstenaars. Maar ja, de mensen komen niet. Of die willen niet. Dit is niet helemaal eenvoudig, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die dat kunnen. Dus die taal van die sociale professionals om mensen te benaderen en het werken met kunstenaars, dat vraagt afstemming. Je moet dichter bij elkaar komen, je moet elkaar willen leren kennen. Dus het is ook goed om samen daar tijd in te steken, als je met kunstenaars en sociale professionals werkt, en elkaar beter te leren begrijpen. Dan is er wel een ding, dat is... De sociale professionals voelen zich vaak een beetje timide bij kunstenaars. Dus dat is ook iets waar je aandacht aan moet besteden. Hè. Er is ook een soort van maatschappelijke hiërarchie. Dat kunstenaars eigenlijk beter zijn dan sociale werkers. Dat is iets wat door de samenleving zweeft. Ik benoem het maar even, toch? En dat is ook iets wat je moet counteren. Dit zijn allemaal uitdagingen. Artistieke kwaliteit, is die van belang? Die is soms van belang. Niet altijd is dat het allerbelangrijkste. Het kan zo zijn dat mensen dus heel veel beleven als ze deel mogen nemen aan het maken van een heel mooi kunstwerk. Dat empowered is, maar dan nemen ze deel. Mensen kunnen ook enorm groeien van dat ze zelf voor zichzelf iets maken. Overigens, wat we wel weten uit onderzoek, is dat het zelf doen van mensen altijd een sterker effect heeft dan het kijken naar. Ik stop hier, want volgens mij ben ik ook echt aan mijn tijd. Oh, nou, voor zover, want dan kunnen we even praten, denk ik. Dat is veel leuker ook. Dat is... Applaus. Eltje, wil jij even blijven staan? Dan kijk ik naar de zaal. Na al deze inspiratie en het benoemen van de olifant in de kamer in dit geval,
Er zijn vast opmerkingen, vragen ook vanuit jullie eigen werkpraktijk. Ik pak even een extra microfoon. Ik zag twee vingers tegelijkertijd. Kom ik eerst even. Zou je even willen voorstellen? Ook? Hoi, mijn naam is Emiel Klok, ik ben van de wijk De Wereld in Groningen. Ja. Ik had even een vraag. U had op een gegeven moment het over de positieve effecten van deelname aan kunst. Ja. Heel mooi. Maar op de sheet stond ook mits vrijwillig. En dat noemde u verder niet. Ja. Ik denk dat is misschien de crux wel, want de meeste mensen die vrijwillig meedoen, hoeven denk ik niet getriggerd te worden. Hoe ziet u dat? Ja, dat is een hele goeie van je. Ik dacht, ik sla die even over, want dat is ook weer een heel verhaal. Nee, maar dat zo gaat het niet. Die mevrouw Frederiksen, die zegt van ja, waar mensen positieve ervaringen, die beleven mensen alleen maar als ze het idee hebben dat ze vrijwillig meedoen. Dat betekent niet dat je mensen geen zetje kan geven. Dat is namelijk wat in de sociale context heel vaak gebeurt, dat je mensen eigenlijk verleidt om mee te doen. Maar zij zelf moeten wel het idee hebben dat het vrijwillig is, want anders gaat het niet werken. Nee. Er zijn al veel meer vragen. Ik zag je eerst hier nog een vraag. Ja. Hallo, Marijn Cornelis van Cultuurschakel in Den Haag. Dankjewel voor je mooie verhaal, heel inspirerend. Je noemde een paar keer de term culturele democratie. Kan je dat nog even wat meer uitleggen, wat je daaronder verstaat? Ja, precies? Ik versta daar niet zoveel onder. Oh. Het is een term van Materasso. En ik heb hem nog niet goed bestudeerd. Maar ik kan me er van alles bij voorstellen. Misschien kan Wim daar even iets over zeggen. Wim. Ja, ik was er al bang voor. Ik denk dat er wel mensen in de zaal zitten die mij nog veel beter dit kunnen uitleggen. En mij misschien willen aanvullen hierna. Maar wat ik inderdaad vanuit Materasso heb begrepen. Je zag net op een van de sheets van Eltje, zag je ook even van waar start... Waar start een project? Hè? Wie neemt het initiatief? Dat kan zijn de sociale professional, dat kan zijn de kunstenaar. Maar dat kunnen ook de burgers zijn. En dan zit je eigenlijk op het niveau van de culturele democratie. Er is een groep, er is een community, er is een groep mensen. En de artistieke interventie of het artistieke project is daar een uitvloeisel van. Hè? Ter versterking van die groep mensen. En dat... is in ieder geval zoals het bij Materasso wordt geïntroduceerd als culturele democratie. Wim, jij zegt zelf al, misschien zijn er nog mensen die kunnen aanvullen. Ik kijk even naar de zaal. Culturele democratie. Ik ga even met de microfoon en dan kom ik zo even bij de andere vragenstellers. Even kijken. Ja. Wil je je voorstellen? Ja, mijn naam is Beer Bonenschansker. Ik ben artistiek directeur van het Zuiderparktheater in Den Haag. Bij culturele democratie geldt ook, het gaat ook puur over macht. Het is namelijk zo dat ik moet ook programmeren en ik ga erover. Ik ben zo'n blanke man van bijna 60. Ik mag het bepalen. Nou, wat wij hebben gedaan is bij de programmering van de jeugd bijvoorbeeld een aantal vrijwilligers gewoon meegevraagd naar de presentatiedagen. En die programmeren nu voor ons. En wat ik doe is gewoon hun geloven. En niet eroverheen gaan. Ja. Dat is werkelijk macht weggeven. En dat is een essentie van culturele democratie. Ja, mooi. Ja. Beslissingsbevoegdheid neerleggen bij de mensen die er gewoon daadwerkelijk ook naartoe komen. Mag ik nog even iets zeggen hierover? Ja, want dat is in dit soort projecten is dat heel erg, kan het heel erg belangrijk zijn. Dat mensen er echt heel direct bij betrokken zijn. En de vraag is ook, wie mag het zeggen in zo'n project? En als je met mensen wil werken en mensen eigenaarschap wil geven van zoiets, dan moet je het zo aanpakken als jullie het doen. Ook als sociale professional, maar ook als kunstenaar. Je moet dan met hen samen, het heet tegenwoordig, alweer 10 jaar co-creëren. Maar dat is wel het ding. Je moet het samen doen. En dat vereist rek aan alle kanten. Ja. Er waren meerdere vingers. Volgens mij was u eerst, kom ik dadelijk bij u. Mijn naam is Brian Silos van Stichting Antipesto. Wij werken heel veel... Sorry. Ja, sorry. u had het er net over storytelling. Ja. Ons project heet Storytellers, een van onze projecten. En daarmee empoweren en maken we jongeren bewust van wie ze zijn en hoe ze om kunnen gaan met bepaalde zaken. en daarbij geven we dan ook de ruimte, de regie aan hun. Ze krijgen van onze korte acteertraining, cameratechniek, regie en script. En dat moeten ze zelf verzinnen en dan mogen ze het zelf gaan schieten. Dan gaan we van voor naar naast naar achter. Zodat zij met hun eigen verhaal kunnen komen, hun eigen casus. Het proces is hierin belangrijk, want er gebeurt dan van alles. Ja. Maar wat u daarnet ook zei, met het artistieke
De kwaliteit is niet helemaal belangrijk, want het zijn geen professionals. Mm-hmm. Maar de beleving die ze daarin hebben, ja. Dat ze zichzelf kunnen uiten, dat doet hun heel wat. Want het maakt hun veerkrachtiger. Het zet hun zelfbeeld, hun zelfvertrouwen gaat er door omhoog. Maar u heeft het er net gehad, en dat is eigenlijk mijn vraag, over de minors. Wat is dat inhoudelijk en wat, als u dit verhaal dan van mij hoort, wat zou ik eruit kunnen halen als ik zo'n minor zou volgen? Een minor? Ja, wat moet ik daarbij voorstellen? Want u zegt van... De minor ontwerper zit daar. Dus die gaat u misschien wel een antwoord geven. Ja. Ja. Ja, ik hou ervan als iedereen even meedenkt. Hè. Ik heb het ook niet absoluut. Nog een keer aan Mondex Hogeschool van Amsterdam. Coördinator van de Minor Social Work Professional Kunst en Cultuur. En wat we eigenlijk doen is studenten, hbo-studenten, opleiden, begeleiden in half jaar specialisatie. Om zich bezig te houden met wat wij in brede zin noemen sociaal-artistieke interventies in het sociaal domein. Dat kan zowel zorg, welzijn als ook cultuur zijn. En daarin kijken we hoe die sociaal professional in samenwerking met kunstenaars een dermate interventie kan ontwerpen waar het verhaal van... en over zo goed mogelijk verteld kan worden, gedeeld kan worden. En wat dat voor competenties van een professional eigenlijk vraagt. In dit geval van een sociaal professional. En wij leiden inderdaad, Eltje zei het al, wij leiden geen kunstenaars op. Maar vooral sociaal professionals die in samenwerking met kunstenaars... en in dialogisch gesprek met deelnemers of cliënten... eigenlijk dit soort projecten kunnen gaan ontwerpen. Ja. Dank voor jouw toelichting. Misschien, als er nog meer deelvragen zijn, is dat goed om straks nog even op door te praten. Want dan kunnen we nog even, want de microfoon is inmiddels in het midden van de zaal. Dan kom ik dadelijk bij u. Vindt u het goed dat u dan nog even één op één daarover doorpraat? Dan gaan we nu naar de volgende vraag. Hallo, Marieke Vecht van Kunst en Cultuur, gevestigd in Assen. Prachtig verhaal, dank u wel. Ik werd even getriggerd door uw stelling dat de artistieke kwaliteit maar deels relevant is. Wij werken bijvoorbeeld in Drenthe, is net een poos geleden een onderzoek geweest naar cohesief gedrag van mensen. En daaruit blijkt juist dat als de kunstenaar autonoom heeft kunnen werken, dat juist dan er sprake kan zijn van overbruggend cohesief gedrag. Dus dat je dan echt verbinding krijgt tussen nieuwe groepen die meedoen. En dan daaruit blijkt juist dat die artistieke kwaliteit als uitgangspunt van de samenwerking juist heel relevant is. Nou, dat kan. Ik ben benieuwd naar het onderzoek. Hanke Alten. Ja, goed. Ik ga het bekijken. Dus maar, altijd maar, goed. Waarom zegt u dan dat het... Omdat ik er niet zeker van ben of dat altijd zo is. Okay. Ik denk dat dat soms zo is. En ik zou ook preciezer moeten lezen. Kijk, er zijn hele benaderingen. Bruno Latour heeft daar bijvoorbeeld ook over geschreven. Hij zegt van een kunstwerk. Hè, dat een kunstwerk is niet alleen maar een kunstwerk. Is niet alleen maar een ding. Maar het spreekt ook tegen de mensen. Dus dan krijg je dat het kunstwerk zelf eigenlijk... en dat is een benadering hoe je over kunst kan denken. Dat het kunstwerk door wat het is... al in de conversatie gaat met het publiek. En dat, zo kan je daar ook tegenaan kijken. Wat wij dan wel weten is dat het wel een duwtje vraagt om die conversatie op gang te brengen. Ja. Snap je? Dus daar zijn dan ook benaderingen voor. En nog iets, hè? Ik heb gesproken over de groep waarmee we in het sociale domein vooral werken. En dat is een hele specifieke groep. Het is ook zo dat er... Dat die groep mensen soms benaderd kan worden door het, zeg maar, in wijken en zo, door het intermediair van bewoners die niet tot die groep behoren. Dat zie je in heel veel nieuwe initiatieven, burgerbewonersinitiatieven, dat mensen met die relatief hoog opgeleid zijn, eigenlijk het voortouw nemen en andere mensen meenemen. Maar dat vraagt altijd nogal wat inspanning. Ik ga het onderzoek lezen. Ik ken ook het werk van Latour, want dat is eigenlijk dit soort van redeneerwerk. Maar ik denk dat we elkaar nodig hebben in deze. Ik zie nog meer vingers. Ik ga eerst even met de microfoon hier naartoe. Karin Noeken, De Wijk de Wereld. Ook al heel lang wakker, Groningen.
Ik wou iets toevoegen over het... je zegt dat kunstenaars, dat je een beetje moet verleiden. Ik wou toch nog iets extra inzetten. Want wij doen ook wijktheater in Groningen. Ja. En wat wij doen is dat we ook heel erg kijken... wat doet het sociale domein al in de wijk? Ja. En dat je vooral ook mee moet gaan lopen. En niet moet gaan bedenken van... hé, wij komen hier en we gaan even ons... Dus dat je juist ook op die manier veel sneller in gesprek komt... door met hun mee te gaan. Want er gebeurt al heel veel in de wijken... waarvan je soms helemaal niet weet dat... Dus dat wou ik... Ja, dat is heel mooi. En dat is eigenlijk een hele wijze manier van invoegen, zal ik maar zeggen. Dat zijn natuurlijk geweldige. Als je dat bewustzijn er is, dan ben je echt, heb je echt een grote stap gezet. Een mooie bevestiging. We gaan nog even naar de laatste vraag. En die is achter in de zaal. Eerder een opmerking dan een vraag. Stephanie Hermans, Haags Theaterhuis... Ik zou graag de twee begrippen sociale professional en kunstenaar even een beetje naartoe willen lichten. Want de kunstenaar, ik merk dat in mijn hoofd ik dan meteen denk aan een autonome kunstenaar afgestudeerd aan een kunstvakopleiding. Maar hedendaags zijn kunstenaars natuurlijk veel breder. Ik heb het over alle opgeleide theaterdocenten, beeldende docenten, dansdocenten. Die in hun opleidingen toegepast werk vaak doen. En eigenlijk ook die sociale voelsprieten hebben en hebben ontwikkeld. En ook op de opleidingen komen daar steeds meer programma's. Waardoor er ook een andere samenwerking plaatsvindt. En ook een ander dialoog. Waar eigenlijk vind ik zelf in het sociale domein kunst opnieuw wordt uitgevonden. En die kracht... In mijn ogen ligt hier de toekomst van de kunst eigenlijk. Die zou ik graag willen benadrukken en ook willen horen in ons debat. Het is heel goed. Ik ben zelf zo iemand. Ik ben dramadocent ook, naast wat ik nu doe. Dat is een punt. Ja, zeker. Dat is heel goed dat je dat zegt. Daar blijft ook altijd, ook bij dat soort van mensen, de vraag zitten van met wie gaan we nou werken? De overgang tussen kunstenaar zijn en kunstenaar-docent. Sommige mensen zijn, dat is ook waar wil je mee werken. In heel veel initiatieven werken kunstenaars-docenten. De hele amateurkunst, daar zitten heel veel kunstenaars-docenten in. Maar er zijn ook initiatieven waarin mensen zeggen... nou, ik wil nu echt met iemand werken die is beeldend kunstenaar. En wij weten dat dat dan toch wel vaak ingewikkeld is. Laat ik het zo zeggen. Okay. Ja. Dank Eltje, want je hebt ons denken aangezet. Je hebt heel veel nuance aangebracht. Het is niet of-of, maar er zijn heel veel zaken. En. En we weten nu inderdaad meer over langs welke ingangen we hierover kunnen gaan denken. Je wou nog een toelichting? Nou nee, maar ik herkennen jullie dit van iemand of niet? Dat is ook van Banksy. Dat wist ik niet eens. Ja. 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 Laten we nog een keer klappen voor Eltje Bos voor haar presentatie. Er was vast nog veel meer reactie. Daar is straks ook nog zeker gelegenheid voor. Voor nu wil ik graag de volgende spreker aankondigen. Kunst in het sociaal domein werkt. Daar zijn al heel veel voorbeelden van. En het gaat er natuurlijk om, dat hebben we net ook van Eltje Bos gehoord... wie kan die samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein starten? En wat zijn daarna de belangrijke succesfactoren? Onze volgende spreker geeft jullie graag een kijkje in de keuken. Hier is adviseur kunst en leefbaarheid van Kunstlok Brabant, Warner Werkhoven. Ja, goedemorgen, dankjewel. Heel fijn verhaal ook om op door te borduren. We hebben een aantalzelfde conclusies, dus kan ik nog sneller doorheen. Even kijken hoor. Oh, eentje terug. Ja, ik geef jullie in 10 minuten even een vogelvlucht. Mijn ervaringen in Noord-Brabant. Ik werk zelf bij Kunstlok Brabant, uitvoeringsorganisatie van de provincie. En ik hou me daar bezig met allerlei projecten en activiteiten die op het snijvlak zitten tussen kunst en maatschappij. En wat wij doen is vooral zorgen dat er meer projecten komen, dat die beter worden, dat die groter impact hebben. En dat het niet bij één project blijft, maar dat, dat ze door blijven gaan. En daar hebben we ook een netwerk voor opgericht, de Community Art Brabant. De vragen die ik kreeg vanuit de organisatie waren hoe gaan partijen in Noord-Brabant om met het thema? En hoe kan de aanloopregeling en het meerjarenprogramma helpen de drempels weg te nemen? Nou, er zijn even twee sleutelbegrippen in deze twee vragen. Het thema, wat is dat thema nou precies? En wat zijn nou precies die drempels? En die ga ik even toelichten, hoe ik het gezien heb.
En met die bril kijk ik naar wat voorbeelden uit Brabant. En welke ervaring we daaruit kunnen halen. Nou, het thema, dit staat op de website. De aanloopregeling samen cultuur maken, verbreden, stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein. Heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Dit is een hele mond vol. Als je het even uitsplitst, dan zie je dat het groene is eigenlijk het doel. Dat wil je bereiken, de toegankelijkheid, de zichtbaarheid en erkenning. En het middel is het stimuleren van verbinding, die samenwerking tussen cultuur en sociaal. En wat ik vaak, ook bij vragen of bij gesprekken over impact, de vraag die ik stel is, wat was nou eigenlijk de probleem of kans die de aanleiding was voor deze regeling? Die heb ik niet kunnen vinden, dus ik ben benieuwd of Nauta misschien straks iets over kan vertellen. Maar dat is wel altijd interessant om ook even mee te nemen, van waarom doen we dit eigenlijk? Ook een klein stukje theorie, maar dit is even een bril die ik meegeef. Als we kijken naar projecten, wat willen we ermee en hoe werken projecten nou eigenlijk? De regeling stopt er iets in, je hebt de input van 36 miljoen. Je stimuleert activiteiten die de samenwerking tussen cultuur en sociaal domein stimuleren. Daarmee worden drempels geslecht voor de kunstbeoefening, dus je hebt meer kunstbeoefening. Die kunstbeoefening die zorgt weer voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijk domein en dat zorgt weer voor erkenning. Dat is even in een notendop hoe de regeling wat mij betreft in elkaar zit, hoe ik het geïnterpreteerd heb. 3,6, pardon. Ja. Ja, nee, dat is heel goed. Ja, waarvan 6 ton gereserveerd is voor speciale doelgroepen. Ja, er zat een puntje tussen. Ik had het even niet goed gezien. Dankjewel. Nou, even wat voorbeelden. Corpo Machina, misschien een bekend voorbeeld voor velen, wie het nog niet kent. Germe en Amin zijn hele goede vrienden, kennen elkaar al 15 jaar. Germe is een Braziliaanse choreograaf die heel veel in Nederland werkt. Amin is jongerenwerker in Tilburg-Noord. En zij kennen elkaar heel lang en ze hebben eigenlijk recent besloten om een inclusieve culturele beweging met dans als uitgangspunt te beginnen. Het mooie van dit voorbeeld is dat die samenwerking eigenlijk vanaf het begin af aan er al was. Dus je hebt en de artistieke expertise en de sociale expertise. Nou, ze hebben dan voorstellingen gemaakt met ex-gedetineerden en studenten van de dansacademie. Bijvoorbeeld als Portraits, die is helemaal doorontwikkeld en is gisteren weer opnieuw in première gegaan. Hele mooie voorstelling. Ze maken een voorstelling met Somalische jongeren, Run. Ze hebben voorstellingen gemaakt met straatvoetballers uit Tilburg-Noord. Met voetbalkunstenaar Nasser L. Jackson. Dat zijn het type projecten, dansvoorstellingen die ze maken. Er wordt zwaar ingezet op de sociale kant en zwaar ingezet op de artistieke kant. Met als sociale resultaat dat jongeren succesvolle ervaring opdoen. Echt een keer leren dat ze veel meer mogelijkheden hebben dan ze zelf denken. En ze leren ook allerlei nieuwe mensen kennen. Het culturele resultaat is dat het producties zijn van artistiek hoog niveau. En heel veel mensen voor de eerste keer kennis maken met dans of met kunst en cultuur in het algemeen. Ik noem even heel bewust deze twee resultaatgebieden. De regeling die is vanuit de cultuur geschreven en die focust op culturele resultaatgebieden. Maar je krijgt alleen goede samenwerking als beide partijen er iets uit te halen hebben. En dat is echt iets wat ik wil benadrukken. Dus zorg ook dat je partner, als je vanuit de cultuur werkt, dat je maatschappelijke partner ook haar belang gediend ziet. Nou, dit zijn hele mooie producties. Er zijn een aantal drempels die deze regeling ook weg zou kunnen nemen. Ik noemde het net al, het zijn hele intensieve trajecten met een kleine groep jongeren. Resultaat is echt fenomenaal, maar betekent wel dat het hele dure projecten zijn. En het is ook heel moeilijk om dat te financieren. Ook omdat je net, het is en artistiek en sociaal en vaak zit je net overal tussen. Dus dat is echt een ding waar zij mee zitten. Ze hebben ook een hele filosofie waarin ze mensen die mee hebben gedaan ook echt willen vasthouden en ook een plek willen geven in hun organisatie. En sommigen die ook echt talent hebben, die worden ook weer meegenomen in vervolgproducties. Dat betekent dat hoe meer je doet, hoe groter de club wordt. Het is een beetje een zwaar kleef aan verhaal. En ze zitten echt met het probleem van het opschalen. Van hoe maak je je organisatie steeds groter en hoe onderhoud je die community? Maar
Dat zijn wel drempels die, denk ik, deze regeling ook mee zou kunnen helpen nemen. Ander voorbeeld is die ook vanaf het begin af aan zowel een artistiek als een sociaal beginpunt heeft gehad, is het project Tijd van je leven. Deze twee directeuren die kenden elkaar goed en die hadden een gesprek over hun ouders en over eenzaamheid. En die hebben samen besloten om daar een heel traject op te ontwikkelen. Gert-Jan Enderdijk is van het Centrum voor de Kunsten Nieuwe Vesten in Breda. Mark van Beers is de directeur van GGD West-Brabant. Die werken in 26 gemeentes in Brabant. En hebben samen een traject opgezet tegen eenzaamheid. En het is een traject met een ontmoetingsdag waarin mensen allerlei dingen kunnen uitproberen en kennis maken. Workshops waarin mensen met kunst bezig gaan. Maar waarin ook, zeg maar, de sociale dimensie heel belangrijk is. Wat ze bijvoorbeeld willen is dat er ook verdiepende, betekenisvolle gesprekken ontstaan tijdens die workshops. Dus het is en zowel artistiek als sociaal ingericht. En die werken allemaal toe naar een eindpresentatie. En waar gewenst wordt daar een vervolgtraject op ontwikkeld. Nou, dat hebben ze inmiddels in deze gemeentes gedaan. En de cijfers geven aan hoeveel trajecten ze binnen die gemeente gedaan hebben. En die hebben ook heel veel sociale, zowel sociale als culturele resultaten geboekt. Het interessante van dit project is dat er, de GGD West-Brabant heeft eigenlijk als een van de weinige GGD's in Nederland hebben onderzoekers in dienst. En ze hebben dus een soort onderzoekstraject parallel laten lopen hieraan. En daaruit blijkt dat de eenzaamheid significant verminderd is en dat de deelnemers minder belemmeringen ervaren in hun dagelijks functioneren. Aan de culturele kant blijkt dat in ieder geval, ik meen iets van 36% van de deelnemers zo enthousiast is over het bezig zijn met kunst, dat ze daarin door willen. Nou, waar lopen zij tegenaan? Ze hebben eigenlijk al twee grotere fases gehad in een project. En elke keer is het weer zoeken naar financiering. Ze hebben geprobeerd om dat ook bij zorgverzekeraars te doen. En met het onderzoek wouden ze juist argumenten in handen krijgen om zorgverzekeraars over de streep te trekken. Het enige probleem is dat zorgverzekeraars die zijn een beetje van het preventieve af. Die hebben zoiets van, we betalen alleen dingen die echt heel erg hard nodig zijn. Als je iets preventief doet, is het een beetje onzeker. Van ja, is het wel echt nodig? Heeft het wel het resultaat wat je wil? Dus die vervolgfinanciering, dat vinden ze een hele lastige. Culturele financiering is altijd incidenteel. Fondsen zeggen van, ja, je hebt het al een keer gedaan. Verzin maar iets nieuws. Nou, het gaat ook over, wat ook voor hun lastig is, is het werven van deelnemers. Je gaat niet bij iemand aanbellen en vragen, ben je eenzaam? Dus daar moet je een netwerk voor opbouwen met vertrouwenspersonen, huisartsen, sociaal werkers, noem het maar op. En je moet ook een beetje een smiezen hebben waar veel eenzaamheid voorkomt. Dat vergt gewoon een hele tijdsinvestering en daar moet je ook gewoon op door kunnen. Nou, met deze regeling, met deze aanloopregeling, hoop ik dat zij die doorontwikkeling kunnen maken. Er zijn ook nog heel veel andere voorbeelden. Ik heb maar 10 minuten, dus ik stip gewoon even type voorbeelden aan. Je hebt outside the art. Dat zijn een soort culturele werkplaatsen voor mensen met een psychiatrische achtergrond of daklozen. En dat is een soort concept wat in Amerika is ontwikkeld. En dat hebben we in Brabant, in ieder geval in Tilburg, in Eindhoven en Helmond een variant van. Je hebt ook Living Musea Nederland, dat is een soort koepelorganisatie ervan. Je ziet het uiteraard ook veel bij woonzorgcentra en echt projecten gericht op ouderen. Vitalis is een bekend voorbeeld. Park Zuiderhout hebben ook mensen in dienst die artistieke projecten initiëren. Stoute Schoenen is een particulier initiatief. Hip-hop en urban is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. Een soort subcultuur die vanuit de leefwereld ontstaat. En die door het jongerenwerk met beide handen aangegrepen is om in contact te komen met jongeren. En hun ook positieve ervaringen te geven via de kunsten. Nou, een paar bekende voorbeelden zijn uit Eindhoven en Tilburg, maar eigenlijk in elke stad en dorp gebeurt het. Theaterwerkplaatsen met geestelijk gehandicapten, Tiuri uit
Breda en Roosendaal en Carte Blanche uit Eindhoven. En je hebt wijkprogramma's, die vind ik zelf vrij interessant omdat je daar voor langere tijd actief bent. Je hebt de Brede Buurt in Oosterhout, Proeftuin Ruwaard in Os en Tante Nettie in Eindhoven. Allemaal net even een andere insteek, maar juist er zit een soort continuïteit in. Die bouwen voort op wat ze met eerdere projecten hebben gevonden. Nou, hoe kan de aanloopregeling en het meerjarenprogramma helpen drempels weg te nemen? Hoeveel tijd heb ik nog? Nul. dan vlieg ik er even doorheen. De eerste zin is, wat zijn de drempels om drempels te helpen wegnemen? En dat is een beetje een... Wat ik eigenlijk bedoel is, je hebt zeg maar in de regeling worden drempels genoemd voor de kunstbeoefening, maar je hebt ook drempels voor de samenwerking. En er werd net ook al een beetje aangestipt, de taal leren kennen van elkaar. Dat zijn zeker ook drempels waar je rekening mee moet houden. Er zijn structurele drempels die we met tijdelijk geld niet weg kunnen nemen. Dus ik zou iedereen willen uitdagen, ik scroll even hier doorheen. Dit is misschien ook wel een interessante... ik stip ze gewoon even aan. Iedereen krijgt de presentatie later. Maar er zijn een aantal modellen die gaan over de machtsverhoudingen. Participatieladder, kleermodel. Wanneer wordt iemand gevraagd? Wanneer wordt er iets met iemand zijn input gedaan? Daarmee kan je redelijk goed uitvogelen van hoe je een goede interventie kan inrichten. Maar goed, de kansen met die aanloopregeling, die kunnen al dit soort dingen gewoon aanpakken. En ik wil juist vooral stimuleren dat je kan heel veel soorten aanvragen doen. En het experiment, het onderzoek, of er is een redelijk grote vrijheid. Mijn frustratie is dat er heel veel lollige, leuke dingen gedaan worden. Maar als geld op is, dan zakt alles weer in. En die harde kreet, die laat ik jou straks nog uitgebreid ook vertellen. Precies. Want we gaan straks ook met elkaar in de zaal. We gaan nu even klappen, inderdaad, voor Barne Werkhoven. Blijf nog even staan. Je hebt hele fijne voorbeelden met ons gedeeld. En ook je zorgen, de aandachtspunten, de oproep om inderdaad nog wat verder te kijken. Ik kijk even, want er zijn vast reacties. Ja. Wil je je voorstellen? Ja, ik ben Jantien, ook van de Wijk de Wereld. Dankjewel voor je verhaal, mooie voorbeelden. Alleen ik wilde toch, sorry, misschien een beetje flauw, maar dat urban een subcultuur is. Daar wil ik toch een beetje vanaf. Want volgens mij is het geen subcultuur. Niet meer. Maar ik ben er 5 jaar mee bezig geweest om te zorgen dat het zijn plek kon krijgen. Maar ik heb het dus meegemaakt dat jongerenwerkers gewoon in de kelder van hun wijkcentrum dingen gingen opbouwen. En dat ze dingen... Dat juist een soort cultuur zijn plek heeft gevonden, juist dankzij het jongerenwerk. Van ver gekomen, maar nu inderdaad gewoon op het ene podium. Is het, je ziet er redelijk jong uit, maar dit is echt zeg maar al van, het is al cultureel erfgoed, hè? Dus het is al van 30 jaar terug. Precies. Dus het is begonnen als subcultuur en nu is het meer mainstream. Maar... Barne, ik kijk even of er nog meer reactie is, vragen zijn. Ja, dicht bij elkaar. Ik ben Mirjam van de buurtzorg, thuiszorgorganisatie. Ik kom uit Haarlem. Daar hebben we vorig jaar ook een aantal initiatieven gedaan. En wat jij ook al onderschreef, is dat met name het vinden en het vasthouden van de mensen uit de wijk, die juist geschikt zijn voor veel initiatieven, dat is een enorme grote kunst om die bij elkaar te krijgen en om die ook bij elkaar te houden. En mijn ervaring is, wat jullie ook al steeds zeggen, herhalen, herhalen. En dat is vooral met de ouderen en de eenzamen. Die moet je echt iedere week weer langs om te zeggen van, weet je nog, vanmiddag gaan we weer beginnen. Oh ja, en dan komen ze ook wel weer. Maar het is een enorme klus om het enthousiasme steeds vast te houden en om ervoor te zorgen dat ze ook allemaal er iedere keer weer zijn en dat ze anderen meenemen. En uiteindelijk resulteert het in grote getalen. Dat is wel weer leuk. Maar hard aan trekken, en dit is in ieder geval een harde kreet ook uit de praktijk, waarna dat wat je aanstipt inderdaad werkelijk aan de hand is. De microfoon gaat naar de volgende spreker. Dag, mijn naam is Margot Hoijtink. Ik werk met een groep mensen met een psychiatrische problematiek, maken we theater. En onze frustratie, en dat gaat eigenlijk over al die drempels, gaat ook over die drempels. Want de groep komt uit de GGZ.
Is daar in feite uit wegbezuinigd, weggestudeerd. Want dat is langdurige zorg. En niet voor de zorgverzekeraars, dan moet je genezen. Deze groep mensen gaat niet genezen. Maar het helpt ze wel om niet op steeds terug te vallen in de psychiatrische. Het helpt gewoon tegen psychoses ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar aan de andere kant is het dan dus de langdurige zorg en de WMO. En dat hebben wij dus ook geprobeerd. Daar hebben we het kunstencentrum Vrijdag uit Groningen ook bereid gevonden om dat voor ons te gaan proberen. En dan kom je met die andere drempels tegen van oké, dat kan wel. Maar dan moeten jullie keukentafelgesprekken gaan doen. Dan moeten jullie voor iedereen een zorgplan maken. Dan moet je geaccrediteerd worden. Dus dan moet je een zorginstelling worden. Nou, dat wil een kunstencentrum natuurlijk eigenlijk niet en ook nog bij, ook nog een zorginstelling worden. Dus dat soort drempels krijgen we daar hopelijk niet mee te maken. Dat is mijn vraag. Nou, kijk, dat is eigenlijk wat ik wil aanstippen. Is dat je kan op projectniveau blijven kijken, maar je loopt steeds tegen dingen aan die op systeemniveau zitten. En gewoon hoe dingen geregeld zijn qua financiering vanuit de zorg en vanuit de cultuur. En wat nodig is, is om daar experimenten mee te doen, maar ook om die discussie aan te zwengelen. En die discussie, ik val je even in de reden, die gaan we inderdaad dadelijk met elkaar doen, na de pauze. Ja. Ik zie nog allemaal vingers, maar Ik wil nog één klein ding aanstippen. En dat is gewoon wel even om aan te geven dat er wel over nagedacht wordt. Je hebt in Engeland Arts and Wellbeing, dat is een soort platform waarin die discussie aangezwengeld wordt. En we zijn aan het kijken of we dat model naar Nederland kunnen vertalen. Om zo'n beetje een bredere beweging te creëren waarin dit soort dingen geagendeerd worden. Warner, ter afronding. Je voelt dat jij iets hebt aangezet en dat mensen heel erg de behoefte hebben om daar uit hun eigen praktijk op te reageren. Vooral ook omdat ze het zo herkennen. Die drempels. Die inderdaad behoefte aan continuïteit en dat niet zo makkelijk gaat. We hebben nog dadelijk één inspiratiespreker. Het zijn eigenlijk twee sprekers. En daarna gaan we even luisteren wat nou het doel is. Want dat heb je ook aangestipt. Waarom eigenlijk deze regeling. Maar voor nu gaan we nog een keer voor jou klappen. En we dadelijk weer met jou in gesprek. Warner Berghoven. Oh, de klikker. Ik kondig graag de volgende sprekers aan. Elke week doen er zo'n 100 bezoekers mee aan een workshop of middagsessie op deze veilige plek in Amsterdam. Wat deze mensen met elkaar gemeen hebben, het zijn kwetsbare Amsterdammers met een liefde voor muziek. En hoe deze dagbesteding als reddingsboei werkt, daarover gaan onze volgende sprekers vertellen. Hier zijn directeur van Muziekcentrum Eiwerk, Winnie Boegborn en deelnemer Marin Matthijssen. Mag ik jullie het woord geven? Even wennen aan de microfoon. Hallo allemaal. Ik ben dus Winnie van Eiwerk. En ik ben dus inderdaad niet alleen gekomen. Ik heb Helene meegenomen. Sta even op, zeg even hi. Coördinator bij ons. En Marin, en zij is een van onze muzikanten. Wat doen wij? Wij zijn een onafhankelijk muziekcentrum in Amsterdam. En wij organiseren muziekworkshops en concerten, optredens. Heel belangrijk. Voor mensen, en nu komt het, met een kwetsbaarheid. Het is altijd heel lullig, hoe zeg je nou wat je doelgroep is? Maar officieel is dat mensen met een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Daar valt van alles onder. En wij werken niet met diagnoses, met labels, met indicaties. Dus mensen komen bij ons als muziekliefhebber die iets willen doen met muziek. En dat is de basis voor onze aanpak. Dus hebben het niet over cliënten, we hebben het niet over patiënten, we hebben het over muzikanten of deelnemers. De workshops zijn voornamelijk in groepen. We hebben zo'n 20 workshops die we op het moment geven. En die worden gegeven door professionele muziekdocenten. Geen therapeuten, muziekdocenten. Niemand bij ons is van de zorg. Niemand heeft een opleiding als PSV'er of wat dan ook. Dus wij normaliseren. Wij kijken naar de mensen. Onze focus gaat dus helemaal om het samen muziek maken. Nou, ik kan alweer gaan vertellen over
mensen, maar wij hebben hier gewoon een van onze muzikanten meegenomen. Marin, zij is een muzikant, zij zingt en zij is ook een van onze ambassadeurs. Dus ik wil haar vragen heel kort even te vertellen, wat doe je bij Eiwerk en wat betekent dat voor je? Ja, ik voel me heel speciaal dat ik bij jullie zo hier iets mag zeggen. Ik ben een vreemde eend in de bij toch wel. En ik zou heel graag iets willen zeggen wat beklijft. Ik heb 2 weken de tijd gehad om te bedenken wat dat dan zou moeten zijn. En het woord kwetsbaarheid kwam steeds terug. Ik denk, we zijn allemaal kwetsbaar, dat weet iedereen. Maar ik heb nog een extra kwetsbaarheidje. En dat is psychosegevoeligheid. Het is belangrijk om de kwetsbaarheid te koesteren in ieder mens. En dat doet Stichting Eiwerk, doet dat. Die koestert de kwetsbaren. Want ik vind hoe de samenleving met kwetsbaren omgaat, laat zien in welk stadium ze zijn voor in de beschaving. Hoe beschaafd de samenleving is. Stichting Eiwerk die doet een stapje terug om te luisteren naar naar de deelnemers. Ik voel me daar enorm op mijn plek. Ik voel me gewaardeerd. Ik hoef niks uit te leggen. Je ziet niks aan me. Maar ik heb best moeite om de weken door te komen. Ik ken ook leuke momenten, maar het is gewoon iets lastiger voor een extra kwetsbaar iemand om in de maatschappij te zijn, te ventileren of dergelijke. Nou, dat is eigenlijk wat ik... Oh ja, ik ben zangeres. Bij Eiwerk in een band, de Airplane Windows. En ik zing ook bij het koor. En ik ga al een aantal jaren naar Stichting Eiwerk toe. En het geeft me heel veel. Het geeft me heel veel. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil vertellen. Ja, daar doen we het voor. Een plek zijn, een plek bieden voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Of die wel ergens anders terecht kunnen, maar daar niks aan vinden. Omdat het niveau te laag is van het aangeboden aanbod. We zijn een familieinitiatief. 12 jaar geleden is het opgericht door 2 ouders. Hanny Bouwmans en Maarten Egmond. Ouders van 2 zonen. En hun oudste zoon die studeerde kunstmatige intelligentie. Dus bepaald niet op zijn achterhoofd gevallen. En die kreeg een psychose. En nog 1. En werd opgenomen en bleef best lang in de kliniek. Na een tijd mocht hij naar huis, is hij zelfstandig gaan wonen. En zijn ouders gingen kijken, wat is er zoal voor hem? Waar kan hij zijn leven mee weer opbouwen? En wat vonden ze? Hij was de aansluiting toch wel kwijt met de maatschappij. Hij was altijd bezig geweest met muziek. Digitaal, achter de computer, met allemaal knopjes en... Nou, ik zie het voor me, maar jullie niet. Maar ingewikkelde toestanden. En ze zagen dat, Hanny en Maarten zagen, er is gewoon niks van niveau wat bij hem aansluit. Dan gaan we het maar zelf organiseren. Dus zij hebben ook de kans gehad in hun situatie. Hebben een pandje gekocht met een 2e hypotheek. Een voormalig boekbinderij achter de Bijlmer Baaijes. En hebben dat met vrienden en familie helemaal verbouwd. En dat is nu 1 groot muziekbroedplaats geworden. En dat heeft een huiselijke setting met
mooie kunst aan de muur, planten, maar vooral alles voor muziek maken. Dus we hebben studio's, we hebben een zaal, we hebben ruimtes waar audiovisueel kan worden geregistreerd. Dus je kunt bij ons ook cursus studiotechniek volgen. Alles is er, instrumenten inmiddels. Dus het is uitgegroeid van 12 jaar geleden met 1 popworkshop met 2 muziekdocenten en 7 deelnemers. Die allemaal via de Ypsilon bij hen kwamen. Ypsilon, een vereniging van ouders van mensen met een psychose gevoeligheid. En dat is uitgegroeid tot waar we nu zijn. We zijn 3 dagen per week geopend. En 20 workshops van alle niveaus. Heel laagdrempelig. Iedereen die iets wil, kan zingen, percussie bij ons doen. Of je kunt een muziekinstrument leren spelen. En dan hebben we nog 10 bands. Ik geloof dat we er 6, 7, 8 hebben. En elke 3 maanden, dus we hebben cursussen van 3 maanden, wordt er toegewerkt naar optredens. En dat optreden is ook heel erg belangrijk, want dat geeft de focus. Iedereen is nodig, elke week weer, om te komen om met de groep naar dat optreden toe te werken. En op dat optreden, bij dat optreden, we hebben nu 2 middagen die 3 maanden afsluiten, hebben we 8 uur lang totaal muziek. En het is de gekke sfeer. Dat is echt heel erg geweldig. 95 muzikanten komen wekelijks bij ons over de vloer. Dus dat zijn mensen die 1 of 2 of 3 workshops bij ons volgen. We hebben er nu een maximum op gezet, want de wachtlijsten die worden groter. Muziek, dat is bij ons echt de sleutel. Dat is, en niet muziektherapie of muziek, serieus. Nou, wat is daar het effect van? We hebben een boekje, misschien kan de volgende. Dit is de kaft van het boekje, met een quote van Marin. Op het ei word ik blij. Achterin de zaal hebben we boekjes neergelegd, dus neem die mee. Dan kunnen jullie over onze werkwijze lezen. Maar vooral ook verhalen van deelnemers, van muzikanten. Ik heb geen presentatie, ik lees het gewoon voor. Wiek is zanger in het koor en in de band The Pedal Aliens. Het zingen geeft me het gevoel dat ik zelf iets waardevols kan. Het geeft een boost aan mijn zelfrespect. Het koor is soothing, koesterend, helend. Die stemmen kunnen je soms omarmen. Dat is echt ontroerend. Als je je eigen stem dan kan beheersen en harmonie bereikt, is dat geweldig. Ricky, die is zanger in de band, de Soulfields. En hij is tegenwoordig ook singer-songwriter. Onze nieuwe cursus. Hij zegt... Even kijken. In de buitenwereld lijkt het wel of je jezelf constant moet verdedigen, moet uitleggen wat je hebt. Hier heb je dat niet. Je kan gewoon jezelf zijn. Mensen weten dat je een aandoening hebt, maar dat is niet waar ze op focussen. Het gaat om het hele gebeuren. Dat mensen blij worden van zingen en muziek maken. En dat je samen met mensen bent. Dat je je veilig voelt. Je wordt maatjes. En dan wil ik Ernst nog citeren. Ernst is een van onze zangers in het koor en ook in de band The Soulfields. En hij is singer-songwriter. Ik heb sociale angst, maar als ik op het podium sta, kan ik gewoon zingen. Op een of andere manier ben ik dan zo bezig met het zingen dat het me afleidt van mijn klachten. Ik denk dat er in het dagelijks leven te veel gebeurt. En als ik aan het zingen ben, ben ik gewoon bezig. Dan is er ook wel veel om op te letten, maar je bent gewoon bezig. Elders word je meer gezien als patiënt en cliënt en minder serieus genomen. Er wordt minder van je verwacht. Dan wordt er gedacht, oh, dat is die man met die en die problematiek, laat hem maar. Ik vind het wel prettig dat je hier professionele docenten hebt, die je serieus nemen en ook kritiek hebben. Nou, dat is wel onze aanpak ook en dat werkt. Ik kijk even naar de tijd. Hoe zit ik? Helaas. Ik moet afronden. Nou, ik vind het heel erg goed dat wij hier zijn. Want wij zijn steeds in de... Onze financiering loopt helemaal via de WMO. Dus de wet maatschappelijke ondersteuning.
gemeente Amsterdam. Wij zijn hoofdaanbieder dagbesteding. Dan kom je bij een probleem, dagbesteding, dat klinkt denigerend ook. Terwijl er wordt serieus muziekonderwijs geboden. Mensen zijn serieus bezig met hun, levensvervulling, hun passie. We hebben een manifest, die zit ook in het boekje wat we achter hebben. En het is zo belangrijk dat er plekken zijn zoals Eiwerk, waar mensen zich veilig kunnen voelen, waar ze onder elkaar kunnen zijn als het leven tegenzit. Als je zo'n chronische kwetsbaarheid of een ingewikkeldheid hebt. Dus wij pleiten voor een stevige beweging van kleinere plekken waar mensen kunnen komen. We zijn er gewoon. Weet je, dat is wat Eiwerk wil zijn voor deze mensen. En mensen komen bij ons, sommige mensen komen voor één workshop en vliegen weer weg. Andere mensen zijn al sinds 12 jaar bij ons en die blijven wekelijks komen. Dus voor ons is het grote werk is maatwerk, is puzzelen. We hebben een drummer nodig bij de band. We hebben bassisten nodig. Als de bassist uitvalt, moet er een andere komen. Dat gaat niet zomaar. Dus het gaat om budgetten die algemeen zijn, met heel veel maatwerk en liefde. Dus een van onze kern, hoe zeg je dat, onze hoofdwaardes is bemoeizorg. Bemoeizorg, moederzorg. Zoals Hanny, onze oprichter, dat heeft gecoind. Je laat iemand niet zomaar gaan. Als iemand uit beeld is, bellen we. Ook na een jaar nog. We missen je. Kom weer eens langs. Kom weer eens naar een optreden. En dan zie je hoe mooi de community van muzikanten iedereen weer opneemt. Voor ons dus, een ei past niet in een vierkant hokje. Wij zitten steeds in de zorg met die financiering. Maar wij horen natuurlijk ook bij de cultuur. En wij zoeken ook aanknooppunten en samenwerkingen met het culturele veld, het kunstenveld. Dus daarom ook heel erg blij om hier te zijn. En zoek contact. Dank voor jullie bevlogen verhaal, Winnie en Maren. Mag ik jullie applaus? En ik wil speciaal nog even aan Maren zeggen, je hebt echt mijn hart geraakt. Prachtig dat je zo dat met ons wilt delen. Echt heel indrukwekkend. Dank je wel. Ik had u de kans moeten bieden om nog even hierover te reageren. Dat doe ik nu even niet, want dit is zo'n mooi bruggetje naar de volgende sprekers. Daarna hebben we een korte pauze. En daarna is helemaal ook de vloer aan u, want dan wil ik heel graag met u in gesprek over wat er nu allemaal al gedeeld is. En de regelingen natuurlijk. Dank nogmaals, Winnie, voor jouw mooie verhaal. En dan nodig ik nu de drie dames uit, maar nadat ik één zin heb gesproken. Het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA, die presenteert vandaag de landelijke meerjarig programma Cultuurparticipatie. En ik zei het al, de drie dames, maar ik ga ze even aan u voorstellen. Janet, wil je naar voren komen? En ook natuurlijk Hedwig en Sanne. Ik geef jullie een microfoon. Om te beginnen, Janet. Dankjewel. Janet, je bent Janet Duindam. Ja. Je bent coördinator cultuureducatie en participatie bij het ministerie. Ja, als je één stapje naar voren doet, zit je niet zo in dat blauwe licht te kijken. We hoorden al de vraag van Warner. Ja, hoe is dit programma nu eigenlijk ontstaan? Waarom? Ja, het programma is eigenlijk ontstaan van onderop. Ik word heel blij van alle verhalen die ik hoor. Al die initiatieven die er al zijn in het land. Wij wisten dat wel. Maar we wilden heel graag die kennis bundelen. Dat mensen van elkaar leren dat het is ook al gevallen dat het duurzamer wordt. En hoe doe je dat dan? Want dat is heel erg moeilijk. En dat programma wil juist daarbij helpen ook. Zagen jullie dat er eerst nog een leemte was? Hoe kan je die leemte omschrijven? Wat wil je nu anders gaan doen? Nou, wat heel bijzonder is denk ik van dit programma is dat ook instellingen uit het sociale domein kunnen aanvragen bij cultuur. Dat is nog nooit gelukt bij cultuursubsidies. Dus wij... Wat altijd cultuurbeleid, dat is grote instellingen die zelf kunst maken met hoge kwaliteit. Dat is het beeld van wat cultuur is en wat het ministerie doet. Wij hebben nu een heel klein plekje veroverd en we zijn er heel erg trots op. Dat ook dit soort initiatieven uit cultuurbudget kunnen worden gedaan. Vanaf 2021 hebben wij 5 miljoen per jaar beschikbaar.
We zijn daar enorm trots op. Janet, kan je ons meenemen als jij terugkijkt? Wat zijn dan zo de stepping stones geweest dat je nu op dit punt beland bent? Waar heb je de drempels genomen? Welke veroveringen heb je tussendoor gedaan? Kan je ons iets vertellen over die uitdagingen die je daarbij tegenkwam? Nou, we hebben een heel fijne minister en die gaat heel vaak het land in. En die heeft met heel veel mensen gesproken. En daar hebben wij zeg maar dingen uitgehaald. En wat heel belangrijk is, mensen willen zelf dingen doen. Het is al een paar keer hier genoemd. En dat is ook de kern van deze regeling. Dus zelf cultuur maken. En dan ook cultuur maken, dus wat ook Eiwerk doet. Je bent muzikant. Het is geen therapie, het is echt kunst maken. En dat is ook het essentiële van deze regeling. Dus het ministerie heeft inderdaad in het veld gezien wat er al gaande is. En wil daarop aansluiten om al deze initiatieven nog meer kansen te bieden. Ja, dus het is niet van top-down een regeling. Wij sluiten aan bij wat er al gebeurt. Ja. En daar leggen wij geld bij. Fijn, dank vast voor deze introductie. Wil je de microfoon geven inderdaad nu aan Hedwig Verhoeven. Jij bent directeur-bestuurder bij Fonds voor Cultuurparticipatie. En waarom past deze nieuwe regeling zo goed bij het fonds? Het fonds is 10 jaar geleden ontstaan en heeft eigenlijk vanaf het begin af aan ingezet op cultuur voor iedereen. En ik herken ook wat je net zegt, de minister van Engelshoven heeft heel erg ons de wind meegegeven. Omdat ook zij heel graag de drempels die ook in de presentatie genoemd zijn echt wil beslechten. En dat wil ze omdat ze ervan overtuigd is. En wij met haar, en dat bewijst ook heel veel projecten, bewijzen dat uit de afgelopen 10 jaar. Dat als cultuur toegankelijk voor iedereen is, dat echt de bijvangst oplevert van een grotere verdraagzaamheid. Een betere persoonlijke ontwikkeling. En inderdaad ook een sterkere sociale verbinding. Dus we vinden deze regeling echt een heel logisch vervolg op allerlei projecten die we al in het land gerealiseerd hebben zien worden. En die we hebben ondersteund. En het past heel goed bij ons fonds om nu de komende jaren die extra push te geven. Precies, inderdaad, want jullie hielden je daar natuurlijk ook al mee bezig. Ja. Nu hebben jullie een nieuw beleidsplan. Kan je vertellen hoe dit nu weer past in dat nieuwe beleidsplan? Ja, dat beleidsplan hebben we gisteren aan de minister aangeboden. Dus dat is echt, leuk om te maken, maar ook een spannend kind om geboren te laten worden, laat ik het zo zeggen. Dus het is ook komende week meteen voor jullie ook inzichtelijk op onze website. We zetten in dat beleidsplan voor de komende 4 jaar echt heel erg in op inclusiviteit. En daar past dit ook heel goed bij. Want die inclusiviteit gaat hopelijk ook iets doen, toch vernieuwingen bieden aan dat culturele veld. Maar gaat ook echt juist in die verbinding met dat sociale domein sneller tot stand komen. En we proberen echt daarmee nog een keer wat die minister, wat Van Engelshoven ook heel graag wil, echt die cultuur beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. En daar gaat deze regeling specifiek over. Precies. De minister heeft de 5 miljoen via OCW bij jullie gebracht. Ja. En jullie gaan nu, en we gaan daar straks natuurlijk ook over horen bij de aanloopregeling. Ja. Maar jullie gaan daar nu, zijn de regels al helemaal uitgeschreven? Nee, deze aanloopregeling die voor dit jaar is, daar hopen wij ook nog echt inspiratie uit naar boven te halen. Om uiteindelijk de punt op de i te zetten voor die meerjarenregeling. Gaan we vandaag ook nog doen. Ja, en dat gaan we vandaag ook doen. Dus met mij zitten hier gelukkig heel veel collega's die meeluisteren en meeschrijven. En we doen dat ook niet alleen. En dat zal Sanne dadelijk ook zeggen. Maar ik ben super blij dat we met het LKCA hierin samen mogen werken. Want zij gaan ons ook helpen in die monitoring en evaluatie. Dank vast voor jouw toelichting, Hedwig. Dan gaan we inderdaad naar Sanne. Sanne Scholten, je bent directeur van LKCA. Het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuur, Educatie en Amateurkunst. Wat is nu eigenlijk precies jullie rol in het geheel? Ja, nou, kennisdeling is onze belangrijkste rol. Ik ben net even gaan schrijven, want door alle verhalen en vragen, ik merkte dat mijn hersenen overuren gingen maken en ik dacht, straks ga ik warrig praten. Het klinkt nog zeer samenhangend. Ja, nou, heel goed. Maar voor mij is wel, denk ik, in kennisdeling is denk ik de rode draad. Het woord project valt heel vaak en het woord systeem is al meerdere keren gevallen. En ik denk dat kennisdeling heel erg belangrijk is als we met elkaar structureel dat systeem willen veranderen. En dat gaat volgens mij over 3 dingen.
Je merkt het hier nu al meteen, er is al heel erg veel ervaring opgedaan en ook al heel veel onderzoek gedaan. Dus kennisdeling gaat eerst over wat weten we eigenlijk al uit onderzoek en uit de praktijk. En zorg nou dat als je nu gaat aanvragen in die aanloopregeling, dat je gebruik maakt van die kennis, want dan komen we met elkaar ook verder. Precies, niet bij nul beginnen, maar aansluiten. Ja, precies. Het tweede is dan, ja, we gaan de komende jaren met elkaar aan de slag. We willen graag dat dat een stap naar voren is die blijvend is. Dus dat betekent dat we ook in de praktijk samen moeten gaan leren. In lerende netwerken van professionals die zich bijvoorbeeld met dezelfde doelgroepen bezighouden. Dus dat gaan wij ook ondersteunen. Maar ook bijvoorbeeld met elkaar op zoek gaan naar wat zijn nou, ik noem het maar, werkzame principes. Weet je wel, wat werkt nou in die aanpakken? Wat heeft een professional nodig, werd al genoemd, de competenties. Wat zijn succesvolle aanpakken, nieuwe manieren van werving die werken? Hoe moeten we samenwerken, die werelden die elkaar moeten begrijpen? Daar kunnen we de komende tijd stappen in zetten. Dus dat de komende jaren samen leren, dat is ook iets wat wij gaan ondersteunen. Ja, en het derde, en dat hoop je dan dat je daar weer een stapje verder bent aan het eind van dit, of tenminste aan het eind van de looptijd die nu al is aangekondigd. Dat we dan het systeem een beetje veranderen. En dat gaat volgens mij deels over nieuwe beelden. Want waarom noemen we nog steeds urban een subcultuur bijvoorbeeld? Dus we moeten ook op een gegeven moment elkaar een soort van sprong vooruit maken. Ik hoorde net iemand zeggen van, hey, Stephanie zei van, is dit niet de toekomst van cultuur? Dat gaat ook over andere beelden van wat is cultuur? Wat voor betekenis willen we dat nou dat dat in de samenleving heeft? Maar ook wat betekent het voor beleid en financiering? Daar hoop ik ook echt dat we met elkaar weer nieuwe inzichten hebben opgedaan. Die echt structureel wat veranderen, want anders hebben we het over 5 jaar nog steeds over projecten. Het is altijd goed om ook projecten te doen, maar die moet je volgens mij doen omdat je echt verder wil komen. Dus daar hopen wij vanuit LKCA een belangrijke bijdrage aan te leveren. Prachtig, start van een nieuwe wereld. Ik zie net dat Hedwig daar nog een bijdrage aan levert. Er werd een oproep gedaan ook over die verduurzaming, hè, van wat als het geld op is en het is weer weg en het vervliegt weer. Bij het fonds proberen we echt nu steeds duidelijker, echt vanaf moment 1, die vraag al op tafel te leggen. Wat als strakjes deze financiering verdwijnt, hoe kunnen we dan met de partijen met wie we de financiering matchen, maar ook met alle mensen die zo'n project mogelijk maken, nu al bedenken hoe we het kunnen borgen in vast beleid? Precies, sterk toekomstgericht. Mag ik jou, Janet, het laatste woord geven? Heb jij nog een toevoeging? De regeling duurt 4 jaar of het programma. Waar hoop jij dan dat het veld zal staan? Ik denk dat waar Eltje eigenlijk mee begon, het sociaal domein en het cultureel domein, elkaar veel beter weten te vinden. En met elkaar stappen verder komen. Prachtig. Mag ik jullie applaus voor deze initiatiefnemers van het nieuwe programma? Dankjewel, Janet, Hedwig en Sanne. Dan is het nu een korte pauze. We gaan over een kwartiertje weer verder. U kunt alvast met elkaar in gesprek gaan en in ieder geval daar koffie of thee bij drinken. Tot dadelijk.